Hey, welkom allemaal. Wat leuk dat jullie er zijn. Nou, we snappen helemaal dat het een grote stap is naar de school, dat je heel graag wil weten hoe het er binnenuit ziet. En we hebben drie fantastische rondleiders, dus ik zou zeggen, heel veel plezier. En wij nemen jullie mee de school in. Dit is bijvoorbeeld de receptie. Hier kan je toe voor vragen, een absentiebriefje of als je iets kwijt bent. Hallo, leuk dat je er weer bent. Hoi. Hoi. Hier op de middelbare school hebben we kluisjes. Hier stop je bijvoorbeeld je jas in als je begint aan de schooldag en boeken als je een hele zware tas hebt. Nou, dit is de mediatheek. Hier kan je boeken lezen, lenen en je ook rustig je huiswerk maken. Hier heb ik Stad van de Dag. Even kijken of mijn mentor er is. Hey Ingrid. Hey Daisy. Dit is mijn mentor en ik heb met haar altijd Stad van de Dag. En het is altijd superleuk. Hier in de kantine hebben wij een bar. Normaal mag ik hier niet staan, maar er is nu toch niemand. Hier kan je eten en drinken halen. Het is nu wel helemaal leeg. Het lekkerste zijn vooral de noedels. En 3 minuten voor de pauze voorbij is, gaat hier de bel. Zodat je weet dat je naar je klas toe kan. Welkom in het kooklokaal. Hier gaan we koken en bakken. En als je echt je best doet, dan kan je zomaar een meester koken. Toch jongens? Zeg, die koek is weg. Dit is de tuin en hier kan je toe voor de pauzes. Je kan van het ene schoolgebouw naar het andere schoolgebouw. En het is een hele leuke chillplek. Zo ziet een normaal lokaal eruit. En dit is het scheikunde lokaal. Hier doen we zo'n proefjes. Goed bezig, Daisy. Bij het technasium leer je goed samenwerken en plannen. Technasium staat voor onderzoeken en ontwerpen. Hartstikke bedankt voor de verhalen die jullie allemaal hebben verteld. En ik wens jullie een hele fijne vakantie. Fijne vakantie. Doeg. En natuurlijk hoop ik dat jij ook een hele fijne vakantie hebt. En dat ik je daarna met heel veel plezier hier terugzie. Want je hebt het vandaag gehoord. Het is een ontzettend fijne school om hier straks binnen te lopen. Dag!